Yes, ladies and gentlemen, very nice of you talking and watching again. I like it. Vandaag speel ik geen gekke dingen, doe ik geen rare dingen en doe ik ook geen vreemde dingen. Vandaag heb ik het over een heel belangrijk iets, namelijk kerstcadeaus. Jazeker. Kerst staat voor de deur en dat betekent dat je elkaar moet liefhebben en dat je elkaar soms ook cadeautjes geeft. Dus als je niet weet wat een cadeau is, dit is een cadeau. Fantastisch mooi. Mannen, die zijn lastig. Eigenlijk iedereen is lastig. Vrouwen moeten soms cadeautjes kopen voor mannen. Maar dan ben ik wel een man, dus ik weet wat mannen willen in hun leven. En ik ga je dat vandaag dus vertellen. Als je een cadeautje moet kopen voor een man, of je vader, of je broer, of je vriendje, dan ga ik je tips geven over de beste cadeaus voor mannen. Deze soort van inspiratie opdoen. Nee. Dit is het allereerste wat je nodig hebt voor een cadeau. Een doos. Dit is een cadeautje. Die ga ik eventjes hier zo neerzetten en zo. Paf. Ik ga hem gewoon zo neerzetten. Dit ga ik doen. Ik moet even een tafeltje hebben. Ik zweer jou, echte vuur. Paf, fucking heet. Ja, dit is top. Hier heb je cadeau. Cadeautip nummer 1. Waar je man natuurlijk altijd blij mee maakt, is dit. Een enige echte wordt niet voor betaald om dit te maken. Dit wordt altijd gewaardeerd onder de man. De reden waarom je meerdere biertjes moet geven in plaats van 1, is zodat je 1 hiermee open kan maken. Proost! Dit wordt een soort van combo package wordt dit. Tip 2, dit is een oerwortelmix. Ik heb gehoord dat dat helemaal de trend is onder de mannen tegenwoordig. Dit is een oerwortel nummer 1. Dit is ook lekker. Fucking. Hallo. Cadeautip nummer 3 is iets waar mannen tegenwoordig super gelukkig van worden. Het is alleen nog maar te halen in Londen, Parijs en Milaan. Dus ik heb het inderdaad over motorolie. Wat is niet zo mannelijk als motorolie? Gewoon lekker lang mee vooruit. Weet je, dit gaat je vriend echt super erg waarderen. Dat weet ik nu al. Ik voel het. En om de extra smaak nog even toe te voegen. Soms houden mannen van vrouwen. Daarom dat het belangrijk is dat je gewoon mooie vrouwen in je cadeau stopt. Laten we het zo zeggen. Ik zeg wat de man wil. Zo moet je bijvoorbeeld gewoon even een fotootje van Selena Gomez. Dit kan gewoon in. Oh, dit is waarschijnlijk gewoon weer. Oh, gewoon een fietsbel. Het is gewoon weer een fietsbel. Oei, yo! Ik vind haar echt een supergoed innerlijk hebben. Harry, als je kijkt, ik doe het gewoon omdat ik weet dat mannen dit graag. Ja, doe gewoon dicht. Ja. Fijne kerst. Neil Patrick Harris, dat is de grootste baas die je kan vinden onder de mannen. En de meest geaccepteerde man onder de mannen, inderdaad. Ga er lekker in, geniet ervan. Love you. Als je dan toch bezig bent, mag je gewoon een extra vleugje van een ander merk, laat het zo zeggen. Belangrijk dat je gewoon nadenkt over bier. Dat je een biermerkje kan kiezen, inderdaad. Lekker! Oké, daarnaast is er natuurlijk naast vloeibare stoffen en naast foto's van mooie vrouwen belangrijk dat een man voldoende eet. Je kunt het op de ongezonde toer gaan gooien, maar je wilt toch dat je man er fysiek beter van wordt. Dus dat hij ook een beter lichaam krijgt. En daarom hebben we vandaag bacon. Bacon voor de man. Baconstripjes. Baconstrip. 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 Bekenstrip, 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 bekenstrip. We zitten nu ongeveer op het punt waarop als je dit aan je vriend zou geven, dat hij zou denken, oké, weet je, goede poging, ik ben er op zich wel blij mee, maar ik weet niet of ik er iets mee ga doen. Dus we moeten nog net even een stap verder om iets te maken waarvan jouw mannetje denkt, ja, that's why I love you. Voor mij is het tegenwoordig wel heel belangrijk dat een man zijn lichaam in ieder geval goed verzorgt. Daarom dat ik vandaag een bath and shower cream heb. Fantastische daily care for all skin types. Dus als je nou ginger bent, of je bent donker, of je bent blank, het maakt helemaal niet uit, want dit is voor all skin types. De reden waarom deze shower gel super goed is en waarom mannen dit tegenwoordig nodig hebben, is dat het de mannen in de gelegenheid stelt om hun bier super gemakkelijk open te maken op de volgende manier, zodat ze uiteindelijk kunnen genieten van een pilsje. Shower gel. Wat mannen tegenwoordig ook echt super tof vinden om tijdens kerst te krijgen, is misschien heel lullig en heel simpel, maar het is een boek. Ik denk dat het beste valt uit te leggen in de volgende vorm. Als man zijnde kun je het boek gewoon pakken, bladzijden eruit scheuren, deze verfrommelen in je broek doen zodat je pik groter lijkt. Nog een cadeautip voor je ultimate December manliness package. Een iPhone. Een iPhone is natuurlijk super belangrijk voor de mannen tegenwoordig. We weten allemaal precies waarom dat is. Een iPhone stelt de man namelijk in de mogelijkheid om zijn bier op een zo goed mogelijke manier open te maken. Het kost alleen even wat werk voor de man. Maar uiteindelijk lukt het, als het goed is, altijd. Come on, come on. Inderdaad. Kijk, op deze manier kun je ervoor zorgen dat je flesje bier altijd op een gezonde manier open gaat. Proost! Als er één huidverzorgingsmerk is tegenwoordig wat goed bij de mannen aanslaat, wat helemaal is van deze tijd, dan is het wel Lush. Lush is bijna in elke stad in Nederland te vinden. En het is super fijn, niet alleen voor vrouwen om gebruik van te maken, maar tegenwoordig in 2015, dus ook in 2016, super fijn om mannen bewust te maken van hun zachte huid. Ik zal eens kijken wat ik heb gehaald. Ik heb hier een zeepje van de Lush. Als we hem even openmaken, zie je inderdaad. Ja.
Zo'n zeepje als deze is voor mannen natuurlijk super fijn om tegenwoordig te hebben. En ik zal heel even kort demonstreren wat je er nou precies mee kan doen. Je kunt hem gewoon op tafel neerleggen. Een potje van de tafel afvalt, daardoor de koelkast aantikt. Bier openen van de koelkast afvalt, naar je toe stuitert en dan... Oh ja! Als je kijkt naar waar de kledingstijl van de mannen tegenwoordig naartoe gaat, zie je toch weer dat er een movement is richting de classy look. Nou is het heel erg fijn om, voor mannen om een stropdas te hebben. En dat is met heel veel redenen, maar de voornaamste reden is dat je er een lasso van kan maken. Zodra je een lasso hebt gemaakt van de stropdas, kun je super makkelijk... Prikken! Ja! Alleen daarom al is het voor mannen tegenwoordig super fijn om gewoon een stropdasje te hebben. Laten we het daarop houden. En als allerlaatste cadeautje heb ik iets wat je niet meteen zou verwachten bij mannen, maar wat toch binnenin de man vaak zit en wat we niet altijd laten zien. Ik heb het namelijk over emoties en dat gaat voornamelijk over echt hele diepe emoties. Met dit cadeau zorg je ervoor dat de man diep van binnen echt super super gelukkig wordt. En dat is natuurlijk wel heel fijn als je dat aan je mannetje of aan je papa of aan je broer kan geven. Ik heb het namelijk over een teddybeer. Wat belangrijk is dat je met een teddybeer doet, en dit moet je dan ook aan de man vertellen. De man die geeft zijn teddybeer een kusje, zoals zo. Hierdoor wordt je vriendin jaloers, gaat huilen. Traan zorgt voor kortsluiting, de stroom valt uit, kaarsjes aan, waardoor het brandalarm afgaat. Je gaat op een stoel staan, deze stoel valt en door de trilling valt er een kerstbal uit de kerstboom. Deze kerstbal rolt vervolgens naar de keuken, tikt de bierkrat aan en blijft maar rollen, blijft maar rollen, blijft maar rollen, blijft maar rollen. Oh! Ja! Vervolgens is het heel erg belangrijk dat je je December Mandy Packet inpakt, zoals zo. Je doet hem dicht, pakt even wat cadeaupapier. Het is natuurlijk super fijn dat als je je mannetje kan laten zien, dat je naast het feit dat er natuurlijk super leuke dingen in het cadeau zitten, dat je ook aandacht hebt besteed aan het inpakken van het cadeau. Fijne kerst allemaal! Abonneer en like de video. Tot de volgende keer! Yo, bedankt voor het kijken naar deze video. Zoals je ziet staat aan de rechterkant een andere video dan normaal. Dat is namelijk een kerstnummer wat we hebben gemaakt. Super leuk, super awesome. Klik erop, dat wordt een groot feest. Fijne kerst! Fijne kerst. Deze is voor jou. Het is eindelijk kerstmis. Heb het hele jaar hier al op. Het is hier echt... Echt een grote tyfuszooi.